ben Daan Roosgaarde, ik ben kunstenaar, uitvinder, ontdekker. Voor mij kijken gaat echt over reizen. Voor mij is echt home is where the laptop is. Go. Oké. Heeft u een mobiele telefoon? Nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er nu niet van in. U ziet er het nut niet van? Absoluut niet. Ja. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Dan ben je op de fietsen en dan word je gebeld. Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiele hebben? Dat is handig. Ja, dat klopt, dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Ik vind het zonde van mijn geld. Ik vind het zonde van je geld? Ja, en het is meestal ook niet nodig. Ik zit meestal, meestal heb ik wel een telefoon binnen handbereik. Dat vind ik niet nodig. Niet nodig? Nee. Helemaal. Het lijkt me heel niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. Ik zie het niet zo zitten, zo'n mobiele telefoon. We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een buzzertje voor hoognodige problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen en is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken. Ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonder. Ja, wauw. Waarom wauw? Ja, wauw. Het, weet je... 14 jaar geleden. Ja, als je opgroeit... wordt er altijd verteld, werkelijkheid is wat het is. Hè? Afspraak is afspraak en realiteit is realiteit. En wat Brobet hier zo waanzinnig mooi aantoont, is eigenlijk dat helemaal niet zo is. Dat wat we natuurlijk en onnatuurlijk vinden, of normaal en niet normaal, eigenlijk iets heel dynamisch is. Want dit is inderdaad een dikke 10 jaar geleden. Moet je kijken hoe we nu ermee omgaan. Hè? Als je nu Amsterdam Centraal pakt, nou, iedereen loopt te bellen en te fietsen tegelijkertijd. Of die man die zegt van, ja, dan gaan ze toch maar een brief schrijven. Ze zouden bijna al kunnen zeggen, we kunnen niet zonder. Die wereld verandert heel snel. En als dit al een 10, 12 jaar geleden was, of een 14, ja. Hoe ziet dan de komende 15, 14 jaar eruit? Dat is denk ik iets fascinerends. Ja. Ja. Daan, ik wil je enorm bedanken voor deze geweldige avond. Ik vond het leuk. Ik dacht eerst van 3 uur lang stilzitten, geen internet, niet roken, dat wordt helemaal niks. Maar dat... viel nog reuze mee. Was even offline, maar je hebt je kranen gewin. Ja. Sorry. Poep, plak me in.